In deze cover in de Kevin Hyde Zeke ga ik kijkers zoeken zoals Scream dat doet. Stiekem achter mensen aan. Wegrennen heeft geen nut. Ik heb dus ook echt een zieke horror skin aangedaan. Soort van. Maar wel echt een zieke horror pickaxe. En ook in het echt heb ik echt een horror outfit aan. Ja, masker is niet nodig. Maar ik ga kijkers zoeken in Covered Cavern en ik ga ze laten screamen. Maar als je nou in het echt wil screamen, dan moet je natuurlijk even naar de film gaan. Die heet namelijk Scream. Maar ik ga net zoals Scream proberen om niemand levend over te laten. En als iemand het toch nog overleeft, verdient hij 100 euro. Maar ik moet ze wel eerst gaan zoeken en... Ja, ik denk wel dat Scream in het echt daar wel een stukje beter in is. Maar je kan vanaf nu de nieuwe horrorfilm Scream bekijken in alle bioscopen in Nederland. Dus check even de link in de beschrijving als je naar de film wilt. En dan zeggen wij... Scream ze. Wij beginnen met een top 40. En ik kwam hier net aan, want ik wilde namelijk even een Spider-Man-etje fixen. En toen zag ik al... Ja. Ja. I'm sorry. Flut. Het spijt me, was wel een beetje een flutplek, ga niet liegen. Oké, we gaan naar beneden toe. We gaan spelen tot en met een top 30. Als die top 30 is geweest, gaan we weer tot een top 20 enzovoort. Zoals we de vorige keer eigenlijk ook hebben gedaan. We moeten wel goed en zorgvuldig gaan zoeken. Want het is wel relatief lastig. Hallo? Hey! Anouki en Elise. Sorry, was wel een decent plek, maar ja, het was gewoon... De allereerste plek die ik bezocht, helaas. De vorige keer kwam Anouk wel een stukje verder, though. Top 10 was het toen. Een stukje verder dan nu. De eerste safe zone is chill. Dat zit erg goed, trouwens. Dat is mooi meegenomen. Zijn hier nog meer enemies? Jawel, toch? Ik denk dat ik veel verder moet zoeken dan dit. Want dit is zo'n standaard. Sowieso mensen daar in dat dingetje. Die schacht. Hey, another mouse. Hey, dat is geen mouse, man. 1. Niemand hier? Damn, wat had ik echt verwacht. Oké. Ik had echt verwacht dat mensen daar zouden zitten. Hier dan. Hier zitten sowieso mensen. Yup. Zoom, ja. Oh, nog iemand. Wie is dit? Jolien, nee. Oh, ik had ook wel verwacht dat hier mensen zouden gaan zitten. Gaan die liegen. Had ik oprecht wel echt verwacht. Wat is het dan? Oh, het spijt me, Marcia en Anonymous. Het viel een beetje op dat hier gebouwd was. En Jesse, dankjewel. Thanks for the loot. Dit gaat wel een stukje makkelijker zo, zeg. Ach, ik zit wel top 30, hè. Maar we gaan nog één iemand killen. We gaan nog één iemand zoeken. Of gaan we gewoon stiekem verder? Dat kan ook, hè. Kun je ook gewoon zeggen van, ah, weet je. We gaan hem verder zoeken. Wil iemand bij de vault zitten? Oh, tilt ik u. Ja, sorry. Gaan we niet doen. Oké, sowieso hebben wij nu 10 kills. Wij zouden eventueel nog 5 kunnen afsnoepen, right? Gewoon nog even kijken of we er misschien nog wat kunnen vanaf snoepen. Om het toch voor mezelf iets makkelijker te maken. Aangezien het al zo moeilijk is. Want in de vorige video heb ik zoveel gemist. Oh, oké. Daarachter is altijd wel een goede plek. Hier tussenin misschien? Ook niet. Oké. We hebben wacht, loot. Hallo. Er viel iemand trouwens dood. Dat was zo grappig, jongen, dat ik zo in de chat zag. Allemaal mensen didn't stick to landing. Wait. Oh, dat was een goede plek, dat hij. Maar het viel op. Het viel eigenlijk wel op. Eigenlijk was hij niet... Oh nee, dat is een bot! Oh, dat valt mee. Oké. Heb ik nou mezelf gekilled? Even kijken, de cirkel komt eraan. Oh, dat is de rock. Laat ik die niet killen. Ik ga nog heel even hier checken. Grenades. Ik ga iemand zoeken. Er zijn hier sowieso enemies. Of misschien niet. Zou er hier iemand zitten? Hier niet. Zou er iemand zitten, ja of nee? Maat, ik hoor zoveel muziek. Ik zag iemand boven zitten, volgens mij. Was er hier iemand achter? Nee, niet. Oh, huh. Ik wil eigenlijk alleen die cave nog vinden, nog zoeken. En als daar niemand zit, dan gaan we de volgende ronde in, denk ik. Eén keer checken of niet hier iemand zit, want dit zou echt een veel te makkelijke plek zijn. Ik vind niet dat als iemand hier zit, dat hij mag winnen. Dat zou te makkelijk zijn. Oké, nee. Oké, nou dan denk ik dat dit de eerste ronde is.
Nee, die hebben wij helemaal niet gecomplete, by the way. Nee. Die hebben wij niet gecomplete. Nu hebben we hem wel gecomplete. Ik zag in het begin iets. En dat was dat. Iemand ging een stairway hier bouwen. En dat viel wel een beetje op. Maar ja, oké. Okay. Afijn. Volgende ronde. We gaan door naar ronde nummer 2. Oh ja, en er zijn een aantal mensen afgevallen, want die hielden zich niet aan de regels. Oh nee, dat is de Rock. Of de Rock, die andere sikke guy, weet je wel? Die grenades gooit. Ik denk dat die Bruno Mars is. Maar even kijken. Wij kunnen gaan beginnen met ronde 2. Dus dat gaan we ook... doen. Het spijt me. Jaden was nice, maar ik zag je bewegen vanaf boven. Toen dacht ik van, that's a little bit sus, man. Er zijn 24 anderen nog over. Dat betekent dat... 23 anderen, Senna. Even kijken. Zijn hier nog anderen? Trouwens, voordat ik... Dit was echt een goede plek geweest, by the way, maar... Oh, maite. Ja, dat was een goede plek. Ga niet liegen. Oké, zijn er nog anderen hier? Hier niet. Hier ook niet, oké. Ik wil eigenlijk iemand pickaxen. Dan zo heel sneaky dat we zo heel spannend lopen. Maar dan? Opeens? Nee, oké. Okay. Zou er dan misschien iemand hier zitten? Nee. Dan ben ik al geweest. Hey. Yo. Wie schoot daar? Hallo, dat was dom. Dat was enorm dom van je. Ik weet niet wie dat deed, maar dat was enorm dom. Dom. Wie was dat? Wie zat hier voor de leuk te schieten? Wie vond dat zo leuk om te doen? Je mag natuurlijk niet daaronder zitten, dus dat telt sowieso al niet meer. Iemand hier? Dat is wel een beetje sus. Ga niet liegen, maar oké. Ja. Oh. Hey. Hallo, Sandwichkus. Sorry. Oh! Ah, ik dacht double kill. Ah, maar helaas. Oh! Oh nee. Dan ga ik beschoten worden. Goddammit. Zijn hier enemies? Sowieso wel. Wacht, zag ik iemand? Nee. Ik wacht, de storm komt eraan, maar ik heb nog wel eventjes de tijd. Hey! Dankjewel, Lucas. Dankjewel. Iemand hier trouwens, wel heel stiekem. Die dan zegt, maar ik zat toch in de auto, dat is ook binnen. Ik heb het echt gevoel dat ik echt veel mensen heb geskipt. Maar ik denk dat dit alweer de ronde was. We zijn 18 mensen over nu. 18. Tenzij ik nu iemand heel snel... Nee, oké. Laten wij doorgaan naar ronde nummer 3. Er zijn nog 15 andere mensen over. En wij zien een aantal bots weer lopen. Ik ben ready om te gaan zoeken. Ik heb dus wel... een aantal plekjes vernomen. Hè, om het zo even te zeggen. Nou hoop ik dat het... dat ze niet op dezelfde plek gaan zitten. Maar we gaan het zien. Misschien dat mensen wel denken van... nou, ik durf het aan om mijn normale plekje te pakken. Ik zou die van niet durven. Dat weet ik wel, maar... daarom moet ik vaak wel dingen dubbel checken. Dat vind ik dan wel weer irritant. Maar dan denk ik van... oh, daar ben ik al geweest. Maar dan ben ik dan niet geweest. Ja, oké, maar kijk... dit is dus geen 200 IQ, hè? Ik weet niet eens waar de hek dat is, by the way. I don't know. Oh. Nee. Oh. Maar ik hoor zoveel shots, hè? Hoe kom je daar buiten dan, hè? Huh? Wait a second. Maar ik word wel een beetje moe van deze bot. Er was hier iemand of zoiets. Kan die muziek alsjeblieft stoppen? Oh, damn it. Wow, dit is nog moeilijk, man. Dit is echt moeilijk. Het is echt moeilijk. Ik zou het echt niet weten waar die is. Ja, fair enough. Oh, nice, Shem. Nice. Doe je ook al dagelijks Shem op je brood of niet? Ik moet even wat beter gaan zoeken, maat. Want hier zit sowieso al iemand, toch? Iemand. Hier. Niet. Dat kan nooit.
Oh, Mouseboy. Nice plek, though. Nice. Was op zich best een goede... Goeie plek. Nice. In dit soort plekken heb ik nog helemaal niet gespot. Dankjewel, Rune. Ik ga even iets checken. Dankjewel, Fleur. Dat was dus wel een strakke plek. Dit was ook wel een goede plek, though. Is er niet nog iemand hier achter? Voor de rest, niemand hier, hè? Nee. Oké, er zijn nog 11 andere mensen over. Kunnen wij in de tussentijd nog wat mensen vinden, ja of nee? Dat is de vraag. Waar ben ik nog niet geweest dan? Er zijn plekken waar ik nog niet geweest ben, maar... Ik weet echt niet waar. Even denken. Ja, maar hier, dit heb ik allemaal doorzocht. Ik weet het zeker. Oké, iedereen die tot nu toe, als iemand nu geëlimineerd wordt trouwens door de storm... diegene gaat gewoon door naar de volgende ronde. No worries. Tenzij ik je nu vind. Dat is wat anders. Want ik wil door tot ik iemand vind. Oké. Het kan doen. Ik snap het gewoon niet. Ik snap het gewoon oprecht niet gewoon, hè. Ik ben zo enorm confused. Hoe kan hier niemand meer zitten? Hoe dan? Oké, nou dan gaan we door naar de ene laatste ronde, denk ik dan maar, hè. Wij gaan door naar de laatste hide-and-seek ronde, nummer 4. Dit is de allerlaatste ronde voor het verstoppen. Want de mensen die zo meteen overblijven, daar gaan we namelijk een mooie quiz mee doen. Maar ik hoop dat we wel... Ik hoop dat ik toch nog even wat mensen eraf kan halen, want... Zoveel mensen in een quiz, dat wordt wel erg veel. Maar ik weet ook gewoon niet meer waar ik moet zoeken, want ik heb voor mijn gevoel... Oh. Alles al gehad. Holy moly, maat. Get out. Get out. Get out. Even jullie allemaal killen. Doei, daar heb ik geen zin in. Dankjewel. Maar voor mijn gevoel heb ik alles al... gezocht en bezocht. Ik weet het oprecht gewoon niet meer. Hier zien we ook niks. Geen sneaky plekjes volgens mij. Oh, wait. No way. What? Yo, wie is dit? Arjen. Dit was zo'n goede plek. Wow, yo. Ik zag dit en ik dacht van... No way dat iemand daar zit. Nou, dit is een beast plek. Dit is echt een beast plek. Zo zeg. Oh nee, nu gaat die boss op mij. Oké. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Nee. Ik heb een plek niet gehad. Maar kan iemand... Ik wil gewoon een hulpmiddel, oké? Ik weet gewoon niet waar ik heen moet en wat allemaal nog kan. Want elke keer lijkt het alsof ik een nieuw plekje aan het ontdekken ben. Dat is een beetje hoe ik me voel. Dat was niet zo heel slim, Sydney. Ik weet niet wat je deed, maar dat was niet heel slim. Opeens loopt hij gewoon in mijn gezicht. Zo van, yo, Rick, kill me maar, hallo. Ja, oké. Nou, dan kill ik je wel. Ja, prima. Afijn, er zijn nog 9 andere enemies over. Ik hoop echt dat ik er nog wat vanaf kan halen, want ik vind het nog steeds te veel. Weet je, we willen natuurlijk zo min mogelijk enemies hebben, maar... Doe allemaal een emote voor... Tot en met 40 seconden lang, dus tot en met 1 minuut. Doe allemaal een emote. Een emote wel een dansje, dus ik moet wel geluid maken. En het mag geen icon series zijn, anders dan hoor je dat ook niet. Gewoon een dansje van een Battle Pass. Een dansje van... Oh, dit was een goede plek hoor. Dit was een hele goede plek. Dit was een hele goede plek. Je bent er wel als enige doodgaan. Dat is dan wel weer een beetje sad, maar... Senne... gefeliciteerd met de 9e plek. Was op zich wel, wel mooi. Jullie kunnen stoppen met emoten. Wat heb ik nog gemist dan? Oké, wacht. Heeft iemand plekken waarvan je denkt van... Rick, die moet je echt checken. Zonder dat je iemand echt verraadt of zo. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nog steeds hoor ik hier iemand... Ah! Al 2 rondes, denk ik heet dat iemand achter deze muur zit te glitchen. Oh my god. Oké, 7 andere over. Nou, niet hier denk ik, hè. Oh. Apple, is that you? Oh. Sorry. Wat wel een mooie plek. Ik weet dat alleen dat hier de vorige keer zat er een andere mensen ook al. Dus toen dacht ik van, nou, laten we het nog even een keer checken. Nog 6. Ik wil eigenlijk nog 1 iemand killen. Gebouw is links, zegt iemand. Een plafond. Plafond? Hier een plafond.
Maar daar zit niemand. Doe je dat plafond? Iemand zegt linkergebouw, maar dat linkergebouw heb ik al compleet gehad, volgens mij. Voor mijn gevoel dan hoor, maar... Ik ken dit gebouw ook niet, dus ik ken het... Het is heel weird dit. Ik heb al iemand gezien, zegt iemand in de chat. Oké, Oh! Niet meteen... Ah... Zit je te poepen of niet? Ja, dat is je hoor ik dus niet. Heel ongemakkelijk. Finn, gefeliciteerd met de 6e plek. Ja, 6e plek. Oké, laten we doorgaan naar de allerlaatste ronde met 5 players left. Ronde nummer 5. In deze ronde gaan ze racen naar de auto. Er zijn hier 4 plekken, maar we zijn met 5 spelers. Dit betekent, er gaat 1 iemand in ieder geval afvallen. 5, 4, 3, 2, 1, go! Oh, iemand ging bouwen. Oeh. Oeh. Oké. Daar gaan ze. Daar gaan ze. Wie gaat als laatste zijn? Oh, nee, Groot. Groot. Oh, Groot. Oh, rest in peace voor Groot, jongens. Dan wordt je stamboom wel uitgemoord. Nou, laten we die opmerking snel vergeten. Maar ronde nummer 5, de allerlaatste ronde. In deze laatste ronde moeten ze gaan strijden om de eerste plek. Ik begin met aftellen. En wie als eerste keycard terugbrengt en de vault opent, die wint de 100 euro. 5, 4, 3, 2, 1. Niet zo leuk, hè, tegen de muur praten. Zo voel ik me ook altijd. Oké, let's go. Oh. Oké, ik ben benieuwd wie er als eerste naar mij toe komt met een keycard. Ik ben heel benieuwd. Ja. Jullie zien trouwens nu ook allemaal replay beelden van wie wat aan het doen is en wat ze precies aan het doen zijn. Ik heb geen idee. Ik sta hier weer in de gang, weet je wel. Alleen in de gang. Er zat een paard in de gang. Juist. Ik hoor al veel shots. Had je voor de... Dat is wel wat anders. Ik ben gewoon benieuwd, oké? Ik moet ook maar gewoon nu random praten. Jullie zien allemaal dingen en ik zie niks, dus... Ik hoor wel weer grenades, dat is niet iets goeds. Ik zie nu helemaal niet of trouwens de ene guy gekilled is of niet. Vorige keer zag ik dat wel. Maar misschien is hij totaal nog niet gekilled, ik weet niet. Oh, hij wordt nu gekilled, oké, daar gaan we. Daar gaan we. Maar dan gaat natuurlijk zo meteen eerst knocked op de grond liggen. En dan heeft iedereen eigenlijk nog tijd om er als eerste te komen. Oh, iemand is gekilled door een SMG. Oeh. Ties, dat is niet heel handig. Dat is niet heel handig, Ties, door een IO guard gekilled worden. Dat is een risico. Dat is op zich een groot risico hier. En daar gaan we, oké. Okay. Wie gaat nu als eerste... keycard pakken? Oké, hij ligt knocked. Hij ligt knocked. Oeh, oké, wie heeft nu de keycard? Heeft iemand nu de keycard? Iemand heeft de keycard. Maar wie? Wie heeft de keycard? Ik weet het niet. Oké, ik gok dan nu... Degene met die vrouwenskin, weet je wel? Met die lange sleeve, volgens mij. Dat is maar gokje, ik weet het niet. Wie is het geworden? Ik hoor hem. Oh! Oké. Nou ja, ja. Jullie zijn echt traag, man. Jullie zijn echt traag. Hey, is hij nou goed killen? Hey, je gaat niet mijn broeder killen. Ik heb gewonnen. Juri, gefeliciteerd met de 100 euro. Je bent de winnaar van deze Hide and Seek in de Covered Cavern. Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Laat dan ook even een blauw duimpje achter. Super tof zijn. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En hopelijk zie ik je morgen weer bij een nieuwe video om 4:30 op mijn kanaal. Ciao.